gelukkig ben als beste foto neerzet. Dat is niet de enige reden waarom we hier vandaag zijn, want we gaan namelijk ook het eerste exemplaar van het Veldhoven Magazine weer uitgeven. En dit jaar geven we de 11e editie inmiddels al uit. Veldhoven Magazine staat ieder jaar weer vol met verhalen over inspirerende mensen, bijzondere plekken, leuke evenementen. We proberen ieder jaar weer een heel gevarieerd magazine van te maken. En volgens mij is dat ook dit jaar weer gelukt. We hebben 10.000 exemplaren hebben we laten drukken. En in het begin dacht ik, het eerste exemplaar, dat vinden we wel onderwerpen voor, maar we zouden over 2, 4, 6 of 11 jaar zijn. Maar we vinden ieder jaar weer hele leuke onderwerpen. En ze denken soms gewoon op de straat. Afgelopen zomer liepen wij hier door de City Passage. En we wilden eigenlijk wat drinken hier op de markt. Dus wij liepen hier de City Passage uit naar het plein. En dan hadden we niet muziek. En zo'n muziek, want daar ging niet meer waar het vandaan kwam. Stond daar een busje en we dachten, we moeten er even omheen, we moeten er even naartoe. Dus we liepen om dat busje heen, er was een tourbus van Mr. Motor. Werd op dat moment werd er een mooie graffiti opgezet, lag een mooie beste, lag daar voor de bus met piano erop en zeep. Waanzinnig goede muzikanten. En ik dacht, die moeten we hebben voor het Veldhoven Magazine, die zijn gewoon zo goed. En ja, het eerste item was eigenlijk een vraag. Ik ben ongelooflijk trots op het artikel. En ik ben ook echt ontzettend trots dat Mr. Modo hier vandaag kan spelen. Dus een applaus voor Mr. Modo. Al die jaren heen ontmoet je natuurlijk ontzettend veel leuke, bijzondere mensen. Zo wilden we drie jaar ook een stukje extra positiviteit brengen. Dat hebben we onder andere gedaan door een item, Tartaskies. Daarin wordt iemand in het zonnetje gezet. En ik zie dat Corina er ook is. Corina pakt daar een ontzettend mooie taart van. En iemand wordt dan in het zonnetje gezet. Echt een taart. We hebben meerdere onderwerpen. We hebben het over Stichting Leergeld. Ontzettend mooie stichting. Team King, Team King Goddag. Die zich ontzettend inzet voor kanker, of oplossen daarvan. We hebben weer ontzettend veel onderwerpen, maar ja, ik denk als ik hier maar alles ga vertellen, dan moet je daar niet voor lezen, dat is eigenlijk de bedoeling. Dus ik wil eigenlijk even zeggen, dadelijk gaan we als een symbolische start, daar onder het groene hakentje, daar zit een koffer. De jongens van Mr. Motor heb ik zelf ook nog niet gezien, dus echt een verrassing. Ze staan dit jaar heel groot op de voorgrond, dus ik wil daar aan Jacques vragen die mee wil onthullen. Ik van Mr. Motor zal het eerste exemplaar aanbieden. En dan zijn we toegekomen met het officiële gedeelte. En dan zou ik graag willen vragen aan Jacques of dat jij samen met mij de koffer zou willen onthullen. Ik heb begrepen dat jij vaker de bos ophangt en ook afhaalt. En afhaalt. Ja. Zullen we dat eerst doen of ja, doen we eerst? Ja. Hou je maar even vast. Hey mannen, even spannend kijken, hè? Oh, wacht, kom hier bij. Roffel. Kijk, dat bedoel ik. Even kijken hoor. Even ja! Voor de dames die hier allemaal zijn, de foto is ook los te bestellen om als poster te dienen. Als jullie hem per se willen hebben. Marieke, kom nog even hier staan. Jullie hebben net allemaal gehoord naar Marieke. En jullie hebben gehoord met hoeveel enthousiasme en een beetje zenuwen ze hier stond. Om te vertellen, om iedereen haar collega's mee te bedanken die meegewerkt hebben aan het Veldhoven Magazine. En ik moet zeggen, dit is de eerste keer dat het niet bij mij op de kamer uitgereikt wordt. Maar hier in de openbaarheid met iedereen erbij. En dat is wel heel mooi. Want elk jaar is het spannend. Spannend om zo'n mooi magazine te hebben waar we laten zien wat de kracht van de gemeenschap van Veldhoven is. En hoe wij samen Veldhoven maken. En dat we dan maar nog voor een verre toekomst samen Veldhoven sterk mogen houden.
en mogen laten. En dat blijkt wel uit het prachtige Veldhoven Magazine. Dan wil ik de mensen die hier allemaal zitten, want die hebben allemaal meegeholpen aan Veldhoven Magazine. Want die zorgen ervoor dat het gemaakt wordt. Maar speciaal Marieke voor in het zonnetje zetten, want zij zorgen er met het team voor dat elk jaar wij met z'n allen kunnen genieten van de glossy die Veldhoven Magazine heet. En daar wil ik jullie allemaal hartelijk voor bedanken. Dus applaus voor het team. En voor Mr. Moto is het hartstikke mooi, want dit is de eerste keer dat ze op een cover staan. Ze spelen covers, hebben ze net al tegen mij gezegd soms. Maar ze staan nu op de cover. Dit is het eerste blad waar ze op staan. En ik denk dat ze over een jaar of vijf gewoon in Rolling Stone Magazine staan. Want na een optreden in Berlijn, en ik begreep dat jullie in de zomer weer ver weg gaan om op te treden, laten jullie het geluid van Veldhoven op een goede manier horen. En met die reis wil ik jullie ook veel succes toewensen. Dus met z'n allen, veel plezier. En ik neem het graag in ontvangst als eerste weer. Hè. Dat is wel fijn. Met handtekening alsjeblieft. Ja, zeker. Ja, fake. Ja, het was natuurlijk een hele mooie eer voor ons om gewoon zo op de cover te komen. Het was een ijskoude dag. Het duurde iets van 3 uur of zo. En zoals je ziet staat Bas gewoon in zijn blote buik onder die jas. Ja, we hadden het allemaal echt onwijs koud, maar toch doet het niet af aan de kwaliteit natuurlijk. het is me echt een eer om deze eerste exemplaar aan u te overhandigen. Dankjewel, Frank. Maar even zo doen. Nou zo doen. Marieke erbij? Marieke erbij? Marieke erbij, ja. Yes. Zo, alsjeblieft. Yes. Wat klimt er het meeste, mijn hoofd of dat ding? Oh, dan valt mij. Gelukkig. Helemaal goed? Staat goed. Dankjewel. 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 Hè. Goed, en jullie nog graag gedaan. En nou de muziek maken. Ja. En nou weer gewoon tijd voor muziek. Want ik had het wat laten leven en ik heb al zo kunnen doen. En ik had het weer op, ik had het weer op, ik had het weer op. Wat staat er nou allemaal in het Veldhoven Magazine? We proberen altijd een heel gevarieerd aanbod van onderwerpen te laten zien. We hebben dit jaar heel prominent Mr. Moto natuurlijk. Hebben we in het magazine staan. Vandaar dat ze vandaag ook bij ons komen spelen. Maar er staan ook hele andere onderwerpen in. Iets wat altijd terugkomt is bijvoorbeeld inwoners aan het woord. Gaat dit jaar over de dieren. Stichting Leergeld, Team King staat erin met de golfdag. Hier over het citycentrum, over de nieuwe noordentree van het citycentrum. Het duurzaamste huis van Veldhoven staat er ook in. Kortom, volgens mij heb ik nou bijna wel alles genoemd. Oh ja, de Wii, ook heel leuk. Die hadden een jubileum dit jaar, dus die zijn we gevolgd. Ik denk dat echt het... Even uitdelen, ja. Het gaat gewoon door, hè. De Wii staat er ook in. Over het kinderdagverblijf Suusje hebben we ook een heel artikel. Volgens mij heb ik nou bijna alle onderwerpen opgenoemd. En het is gratis. Ja, het is gratis. Doordat mensen adverteren in het Veldhoven Magazine, kunnen wij het nog steeds gratis uitbrengen. We geven ieder jaar 10.000 exemplaren uit. En die gaan in de loop der van het jaar komen die bij de mensen thuis. Waar kunnen we het magazine krijgen? Je kan het magazine krijgen bij de vaste verdeelpunten. Dat is bij de gemeente Veldhoven, bij de bibliotheek en de VVV. De Jumbo hier in het citycentrum. De Wii op de Kromstraat. Bij het Witven. En bij Gasterij het Dorpsgenot. En verder bij adverteerders die erin staan, die hebben er ook altijd liggen.